Zo, en dan ben ik met Saartje bij het volgende adres gearriveerd. En hier ga ik mijn nagels onder handen laten pakken, want dat is dringend nodig. Lizzie, wat ga je met mijn nagels doen vandaag? Wel, ik ga er Soap Polish Protect & Peel op zetten. Dat is permanente nagellak die toch 2 à 3 weken mooi blijft. En die heel makkelijk zelf te verwijderen is. Mm-hmm. Het is een peel-off systeem, dus het wordt aangebracht met een heel fijn vliesje. Daarop komt de nagellak en dan kan u dat na 14 dagen zelf eraf pellen. Helemaal niet beschadigd voor uw nagel. Oké, is dat een nieuwe soort manier? Want ik heb er nog nooit van gehoord. Het is een nieuwe manier, ja. Vroeger was er de gellak, maar die moest verwijderd worden door toch een aantal minuten in solventen te weken, wat dat uiteindelijk schadelijk was voor de nagel. En dit niet. Okay, welke kleur zou je graag opzetten? Rood. Ja. We gaan voor rood gaan, hè. Het is Valentijn voor mensen. Jullie zijn nog maar net open, hè? Hier. Ja, van 1 december. Oké, okay, en waarom had het idee om hier een nagelsalon open te doen, op de Frankrijklei? Het is eigenlijk een impulsenbeslissing geweest. Ik heb altijd voor immobiliën gewerkt. Mm-hmm. En door omstandigheden is dat gestopt. Maar een aantal jaren terug heb ik eens een cursus gevolgd voor de nagels te doen. Ik heb zelf al meer dan 10 jaar gelnagels en ik vond het eigenlijk wel... Ik wou eigenlijk zo wel eens de cursus doen. Maar ik ben er niet mee verder gegaan. En dan door omstandigheden is de immobilie gestopt. En dan was de moment daar om een carrière switch te doen. Voilà, dan gaan we er nu het vliesje op passen. Het zijn allemaal verschillende maatjes, van klein naar groot. We gaan dat op de nagel leggen. In het begin is dat even zoeken, maar we hebben zo speciale kaartjes met 2 handjes op, waar we de nummertjes kunnen opschrijven. Als je dan de volgende keer terugkomt, dan moeten we dat niet meer passen en dan weten we welk nummerke dat we bij u gebruikt hebben. Voilà. Nu laat ik dat even plakken en dan veilen we dat er subiet af. Voilà, nu kan er het kleurtje op. Oké. Zeg, doe je dit helemaal alleen, Lizzie? Ja, voorlopig nog wel. Maar... mijn dochter zou heel graag mee in de zaak stappen, dus die is ook al de cursus aan het volgen. Mm-hmm. En ons mama heeft ook de kriebels te pakken en die is ook de cursus aan het volgen. Oké, okay, dus het wordt misschien... Dus laat ons hopen dat we binnen dit en een jaar genoeg klanten hebben opgebouwd om er familiezaak van te maken. Ja. Yeah.